tijdens het drummen ga ik grootmoeder uitnodigen. En dat is niet uit te leggen hoe het gebeurt, maar op een bepaald ogenblik wordt mijn spirit als het ware op een laag pitje gezet, eruit gehaald. En grootmoeder stapt als het ware in het lichaam en neemt het over. Kira. Hé, meis. Oh, ik moet deze even naar achter doen. Ik ben sjamaan en ik ben geboren met de naam Jolanda Janssens. Mijn medicijnnaam is Suncrow. Er zijn natuurlijk twee namen, Sun en Crow, de zon en kraai. Wat is een medicijnnaam? Dat houdt in dat mijn kennis, medicijn, mijn kennis, komt vanuit de kennis van de kraai. Vanuit de kennis van de zon. Kira, mag ik er even bij? Dankjewel, meisje. De zon geeft leven, geeft energie, geeft vrolijkheid. De zon geeft vitamine D. Kraai is een energie die mensen eigenlijk op de pad zet. Mensen de kans geeft om te vinden waar ze naar op zoek zijn. Ze hebben er weer een zootje van gemaakt, Kier. Shamanisme is alles wat bestaat en alles wat zichtbaar is en alles wat onzichtbaar is. Maar je kunt het niet, gelukkig niet, want dat is juist shamanisme. Van gaat het nou allemaal niet opzoeken in een boekje? Nee, ervaar het. Het is uit die box, dat kleine stukje in je hoofd waar alles al precies beredeneerd moet worden en zo. Eruit gaan en het laten gebeuren. Shamanisme is liefde. Is contact hebben met alles wat bestaat. Oh, heel. Voordat de mensen komen, wordt eerst een medicine lodge gesmutst. Het smutsje is salie, die verbrand je, daar komt de rook van af. En die rook is helend, maar ook reinigend. Een medicine lodge ceremonie wordt gedaan om eigenlijk de kennis te ontmoeten van de totem die we uitnodigen. Dieren of bomen, stenen kunnen ook totems zijn. Het zijn allemaal energieën van kennis. Eigenlijk hier op het terrein word ik Suncrow genoemd. Ik neem de telefoon op met Suncrow. Maar als ik bij mijn familie ben of bij een vriendin die niks met shamanisme doet, dan ben ik Jolanda. The ancestors and spirits of the West, please come to our lodge tonight for this ceremony. Aho. Leuk wijnvat, vind ik ook wel. Ja, heel leuk. Met wijn. En waar moeten we naartoe? Wij moeten naar Diti. Dus over, wij mogen gelukkig over het bruggetje, want dit is echt een hele lange. Wou ik net zeggen, haal ja. Hallo. Golf komt eigenlijk van mijn ouders vandaan. Die vonden het ontzettend leuk om te doen. En waren altijd laaiend enthousiast. En je moet eens een keer meedoen, je moet eens een keer meedoen.
Dus nou, op een dag laat je je dan overtuigen. En eigenlijk al heel snel dacht ik, hé, dat is leuk. Ja, lol. Dat is echt een superslag. Nog een keer. Nou. Nou, ik neem de eerste. Oké. Ik heb geen enkel balgevoel. Gewoon niet. Als er een bal naar me toe komt, dan schrik ik. Ik vergeet hem op te vangen. En hier was het anders. Die bal ligt stil. En die hoef je alleen maar een map te geven en dan gaat hij ergens heen. Mooi. Dat was een goed geluidje. Dat klonk goed. Ja. Een beetje meer in de richting nog. Het was eigenlijk al heel snel dat ik dacht, joh, dat vind ik super, dat vind ik leuk om te doen. En het gaat me echt niet om het winnen of wat dan ook. Wel nee, ik loop meestal de pipo uit te hangen. Maar het is wel lekker relaxed. Beetje lachen, jezelf uitlachen ook erg leuk. En gewoon genieten. De mensen die de lodge ingaan, die smuts je, die reinig je eigenlijk symbolisch. Scheid je de maatschappelijke wereld van hetgene waar ze naartoe gaan. He, dus ze gaan vanuit de maatschappij, gaan ze de heilige ruimte in. De heilige ruimte is de lodge. Oh, heel. Dus ga met je bewustzijn naar het centrum van het medicijnwiel. Door het drummen komen ze in die staat, in die droomstaat. In die droomstaat gaan ze gefocust naar een windrichting waar ze de totem ontmoeten. If you want to drum, please drum with us. Shamanen krijgen informatie van de voorouders, van de totems, over hoe ze een healing moeten doen. Of hoe ze aan mensen iets mogen overdragen. Shamanisme kwam eigenlijk best laat. Ik denk een jaar of 10 geleden dat ik echt besefte dat hetgene waar ik mee bezig was geweest allemaal shamanisme was. Ja, mijn totemdieren, mijn voorouders die bij me waren, de rituelen die ik in mijn uppie deed, dat was puur shamanisme. Alleen op het moment dat je niet opgevoed bent in een gezin waar op deze manier met spiritualiteit omgegaan wordt, ja, dan kan je ook niet weten dat het shamanisme heette. Ik kwam ermee in aanraking doordat ik een cursus Jungiaanse psychologie deed. En daar kwam het shamanisme in voor. Ik kreeg een boek in mijn handen. Door dat boek wist ik van, nou, dit is het. Hier was ik mee bezig. En hier ga ik mee verder. Pan, Callisto, Sirius. Oké, kom op, Han. Ik geloof dat alles bezield is. Ik geloof dat alles bewustzijn heeft. Ik geloof het niet, ik weet het. Ik weet dat alles bewustzijn heeft. Nou, het belangrijkste voor mij voor wat paarden vertellen is, is zijn. Genieten van het moment. Pan die heeft nu gezien dat ik het hek nog niet dicht heb gedaan. En ze vindt het heerlijk om op de wei te staan. Dus hij kiest voor het moment en gaat ook gelijk naar de wei terug. Ze zijn gewoon. Geen haast, plezier. Maar vooral gewoon zijn. Go with the flow. En dat is fantastisch. Paarden zijn hele goede healers. Hele goede healers.
Gewoon omdat ze zo gevoelig zijn. Nou, ze hebben me dus eigenlijk toch wel voornamelijk geleerd dat ik niet altijd hoef te doen. Ik ben een doenert en ik vind dat ik altijd moet doen. Ze hebben me ook geleerd om trots te zijn. Trots in een positieve vorm. Trots met hetgene wat ik doe. Hetgene wat ik uitstraal. Hoe ik ben. Wat voor dag, maakt niet uit. Gewoon trots zijn. Grootmoeder Jantor is een van mijn voorouders en is een Mongoolse vrouw die een kleine 700 jaar geleden in Mongolië rondliep. En ik heb haar op een dag ontmoet tijdens een shamanistische reis natuurlijk in de droomwereld. Tijdens de offerceremonie ben ik gekleed in de medicijnjas van grootmoeder. Die is speciaal gemaakt in Mongolië. Op het moment dat ik die jurk aantrek, dan kom ik eigenlijk al in de kracht van grootmoeder. Laat ik hier aan binnen. Ja. Alle aanwezigen gaan vanavond offeren bij het heilig huis van grootmoeder. En we geven ook een offersjaal aan het huis van grootmoeder. Aan grootmoeder zelf, maar ook aan de spirits. En die offersjalen zijn offers, maar daarin zitten ook de intenties, de hartewensen van de mens die de sjaal ophangt aan het huis. Kom je even hooi eten? Voordat ik naar buiten toe de sjamaan werd, had ik een bedrijf. Ik had een advies- en bemiddelingsbureau in drukwerk. En dat heb ik best een tijd gedaan, tot 2012. En toen is het failliet gegaan. Panman, kom maar. Dan probeer je van alles te doen om je bedrijf te redden. Maar natuurlijk lukt het niet meer. Je hebt allang, bewust of onbewust, je focus op iets totaal anders gezet. Dit is het huis, het heilig huis van grootmoeder Jantor. Dus het is een hele heilige plek. Als ik hier sta, voel ik zoveel liefde. Maar dat is niet onder woorden te brengen. Mijn mensen moeten altijd woorden gebruiken. Er zijn geen woorden voor. Dankbaarheid. Zo'n immense liefde. Liefde is... Het woord is niet krachtig genoeg. Ik ga ze niet noemen ook. De rituelen met grootmoeder worden graag met volle maan gedaan. Omdat de maan, als die vol is, toch voor een ander soort magische energie zorgt. En hoe fijner de energie, hoe mooier de healingen zijn. Hoe makkelijker mensen de energie
opslokken en lekker in een staat van zijn terechtkomen. Als we dat gedaan hebben, gaan we samen een dans doen. En dat is een dans die we doen om energie te krijgen. En dat doen we ook door te draaien met de wijzers van de klok mee. We zingen daar hurré, hurré bij. En dat is echt om onszelf, en van spirit af, te vragen om energie, om kracht, om levenskracht. Het masker is belangrijk, gewoon puur omdat de menselijke gedaante moet volledig bedekt zijn. Hè, want ik ben het niet. En, dus niemand hoeft te zien dat ik daaronder zit. Degene die kijkt, en dat is in deze grootmoeder, en degene die spreekt, die kijkt toch wel dwars door die zwarte kappen heen. Tijdens het drummen ga ik grootmoeder uitnodigen. En dat is niet uit te leggen hoe het gebeurt, maar op een bepaald ogenblik wordt mijn energie, mijn spirit als het ware, op een laag pitje gezet, eruit gehaald. En grootmoeder stapt als het ware in het lichaam en neemt het over. Oh, je ligt wel mooi. Op zich wel. Ik kan me in één keer uitkrijgen. Dan kan het nog meevallen, maar... Waar is die? Je kunt niet, gewoon... Je kunt geen oefenslag doen. Ik vind het zo'n moeilijke slag. Gewoon gaan. Familie, vrienden, die stimuleren het alleen maar. En heel vaak snappen ze het niet. En dat zeggen ze ook. Dat is ook heel logisch. Wow, ja. Nou, hartstikke goed. Andere kant. Ik denk dat niemand het echt kan begrijpen als je het niet echt meegemaakt hebt. En dat echt meemaken is niet één ceremonietje. Dat is echt toch een tijdje ermee bezig zijn. Maar het wordt wel open armen ontvangen. Ja, weinig geen negatieve dingen erover. Komt hij aan al? Ik zag het, ik ben niet aan Winnie. Nice! Wil je Marco of niet? Nee, ik ga hem erin doen. Maak hem af. Ja, doe maar. Stom spelletje. If you accept, I will accept also. Oh, nice. Good. Can you bring an apple to the fire? With real vodka. Je moet vodka voor de fire? You bring it to the fire. So. Oh. Nice. Soms begint ze wat te vertellen en soms stelt ze gelijk een vraag. Maar het eerste wat ze wil is vodka.
En wat ze dan verder doet, is volledig aan haar. Ik kan dat van tevoren ook niet zeggen. Ze doet wel altijd persoonlijke healingen of ze gaat in op een vraag van een persoon. You can't see what I can see. Then you will throw everything away. Dat is helemaal aan grootmoeder en daar heb ik weinig over te vertellen. Ik kan haar altijd oproepen. Ze is heel vaak bij me, gewoon als ik mijn eigen rituelen doe. Dus voor mij is ze eigenlijk altijd wel bij me in de buurt. De rituelen hier zijn, laat zeggen, 2 keer per maand dat ze voor het grote publiek komt. You are a very beautiful creature. You know. You have the heart on the right place, they say. Try to listen to their voices. The angel beings will sing to you. And will tell their stories in a song. Grootmoeder geeft altijd aan wanneer ze weer wil gaan. En dan begint ze te drummen. En dan gebeurt eigenlijk hetzelfde. Dan roept zij mij op. En dan mag ik weer wakker worden en terugkomen in mijn lichaam. So thank you, grandmother. Mendemar. Na afloop zit ik vaak volledig in liefde. Welkom, Simpro. Hi.